Het fraai gesitueerde kasteel Bouvigne bij Breda is 10 dagen lang vakantieverblijf geweest voor een aantal mensen die hier alleen maar konden zijn doordat de stichting vakantiedialysepatiënten organiseerde dat hier een aantal kunstnieren werd geplaatst en de noodzakelijke medische verzorging hier kon geschieden. Want al deze mensen, wier eigen nierfunctie geheel heeft opgehouden, kunnen slechts in leven blijven wanneer hun bloed via een kunstnier minstens 2 maal per week ontdaan wordt van schadelijke stoffen. Normaal gebeurt dat in een ziekenhuis of dialysecentrum. Via een permanente canule, soms in de arm, maar vaker in het been, verlaat het bloed het lichaam. Het hart pompt het door een slangetje naar de kunstnier, waarbij de pompbeweging soms mechanisch wordt versterkt. In de kunstmatige nier worden de schadelijke en giftige stoffen aan het bloed onttrokken. Elke spoeling van het bloed, zoals het genoemd wordt, duurt 8 à 12 uur. Men is dus minstens 2 dagen per week niet tot werken in staat. De overige dagen kan men redelijk normaal werken. Zonder de kunstnier had het dus nooit meer gelukt. En nu gaat alles goed. Ik voel me prima, een stuk beter. Ik voel me niet minder valide en ik wil me ook niet minder valide voelen. Zo spreekt ook deze tuinder. Ik werk de hele dag, het lichte werk, dat gaat best, dat gaat prima. En dat komt voorheen niet, toen lag ik meer op bed als het ook eruit was. Maar hem zien ze nog maar zelden op de dialyseafdeling, want hij heeft geleerd zichzelf te helpen. Er staat een kunstnier bij hem thuis. Hij herinnert zich nog precies hoe de situatie enige jaren geleden was. 4 jaar heb ik getapt. En toen ging het helemaal niet meer. Want toen kreeg ik kilo niervergiftiging. Toen naar Utrecht. En daar hebben ze mij gespoeld. En s'avonds liep ik weer over de zaal heen. Tuinder van Eldik heeft als zoveel leren leven met de kunstnier. Waarmee mensen wier eigen nieren niet meer functioneren van een zekere dood gered kunnen worden. Maar waarvan er nog altijd te weinig zijn. Dankzij het werk van de stichting Vakantiedialysepatiënten konden sommigen onbezorgd genieten van een vakantie, omdat zij de kunstnieren in de nabijheid wisten. Het zijn voor hen dan ook feestelijke dagen geweest, daar op kasteel Bouvigne bij Breda.